Een zeer goedemorgen allemaal. Welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Steven de Remus. Ik heb gisteren nog wat gewerkt. Jullie zien het eigenlijk dat er wat overhoop. Hier de kasten beginnen al wat opgeruimd te geraken. Top. Van de lampaard begint het ook al in orde te geraken. Daar is al een vuilzak wat ik al heb gevonden wat allemaal al weg mag. Ja. Maar nu nog eerst iemand gaan halen. Goedemorgen allemaal. Welkom weer op een gloednieuwe vlog. Jawel. Wat staat er vandaag op het programma? Vandaag zou eens om 11 uur heb ik gesprek met Samenpunt. En wat kom ik hier doen? Ik moet niet in mijn slaapkamer zijn. Ga ik eerst iemand halen. En dan ga ik mijn tandjes poetsen daarna. Maar ik wil nog wel nog één ding. Ik wil jullie iets laten horen hoe ik ben wakker geworden. Woordes. Toch zalig, hè? Zo wakker worden met de vogeltjes op de achtergrond. Maar nu zullen ze van even vertrekken richting Ginder toe. Allee, ik zie jullie allemaal straks terug. Yo, 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 yo. Ja, mensen, ik weet het. Ik kom er nu redelijk laat mee af. Ik heb het gehoord van Akke. Van Wacht eens even, dat die is heen gegaan. Via deze weg wil ik ook de familie, vrienden, kennissen, noem maar op, heel veel steun aanbieden. Want voor een verlies is dat nooit leuk. Ja, ik ben nog wat tegen verlichting aan het proberen weg te werken. Wacht even. Oké. Dan ging de tafelke, wat wil ik nog naar de muurkant doen. Ja, nu is het helemaal donker. Het was juist licht genoeg. Voilà, maakt niet uit. Dus wens ik de familieleden en al heel veel sterkte toe met het verlies van Akke. Dan, koffietime voor mij. Koffietime voorbij. Oh, ik zit hier iets te denken en nu ben ik het even kwijt. Dat zij zei van, koffietime Bea. Ja, nu ben ik het wel helemaal kwijt. Maar ik wou zeggen. Mensen, als jullie deze vlog zien, ik ga jullie één ding zeggen. Dan gaan pas de livestreams echt van start gaan. Want deze vlog komt vrijdag nog online om 19 uur. Maar om 19 uur zijn we hoogstwaarschijnlijk al op die LAN-party. Dus ik zit dan op X-LAN. Ik heb iets op de computer omgedaan met mijn melk. Ik zie het. En Juicy Hadi heeft ook weer al een hele leuke nieuwe muziekje gemaakt. Ik ben nu even heel snel aan het kijken hoe ik dat ga fixen, dat jullie dat ook kunnen aanhoren. Waar heb ik die aan die ene kabelke gelegd? Ik weet het dus niet. Dat daar geen Discord op staat, want die staat nog nergens online. Ik heb die alleen maar via mijn privébericht binnengekregen. Ik vond het een goed liedje en ik wou het ook aan jullie laten horen. Maar mijn computer misschien? Achterkant? Nee, want ik heb die uitgetrokken en ik denk ergens gedacht. Ik weet het nu momenteel even niet.
Maakt niet uit, maakt niet uit. Ik zal het hier achter even in editen. Ik hoop dat jullie van het muziekje hebben genoten. Laat even ook eens in de reacties weten wat jullie er hebben van gevonden van het muziekje. Allee. Mensen, ik ga nu nog wel even een en ander nog gauw doen. En dan... want ik ga hier nog verder wat, denk ik, wat opruimen. Ja. Wat, hè? Wou je daar zitten? Nee, ik wou daar gaan zitten. Ah. Maar jij liep weer in mijn... Bam. Ja. Sorry. Ik heb koffie vast. Oké. Dus, ja. Dus ik ga nu verder even al een en ander al beginnen in te pakken voor de LAN-party. Die zit er aan te komen. Ah, ik kan het wel. Oeh, jawel, ik kan het wel. Dus ik ga het er niet in de editen. Sorry dat ik het er niet heb geëdit. Ik zal het er op het laatste van mijn vlog er nog eens extra insteken. Voilà, dan weten jullie dat. Want ik heb een probleem met mijn box. Ik ga het jullie laten zien. Hier ontbreekt een stukje. Maar dat stukje zit in een andere stukje waar ik nu dus ga mee koppelen. Ik ga eens kijken als dat gaat lukken. Even mijn box in aanzetten. Hopelijk lukt het. Dan gaan we eens naar Discord. Op oké klikken, even nog eerst. En dan zal ik zeggen, geniet van de Psycho Man! Als het wilt werken natuurlijk. Strange. Ja, je moet het ook wel in de juiste koertje steken, hè, Demi. En dan hoor ik toch nog niks. Daar was het, mensen. Ik zal het vanaf het begin terug laten horen. Dus ik zal zeggen, geniet even van deze Psycho Man. Die duurt 1 minuut en 52 seconden. Die is weer ook gemaakt van, door Juicy Hadi. Heel veel luisterplezier. Abonneer op mijn kanaal. Vergeet ook niet op het belletje te drukken. Tingelingeling. 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 Dan blijven jullie op de hoogte. Wat er allemaal gebeurt op mijn YouTube kanaal. Dat gaat er allemaal. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Dankjewel, schatje. Ik krijg nog eens applaus. OMG. Ik zal die ook zo snel mogelijk ook in elkaar steken. Met mijn logo. En dan wat beweging bij mijn logo. Zodat de andere muziekjes die ook op mijn YouTube kanaal terug te vinden valt.
Dankjewel, Juicy HD, om dit weer al echt te maken voor mij. Ik vind het gewoon geweldig. Want ik denk nu dat ik hoor zo bij mijn kijkers van... Ik wil het nog een keer horen. Klopt dat? Ja. Oké dan. Nog één keer. Nog één keer. 3, 2, 1. Veel kijkplezier. Veel luisterplezier. Vergeet ook niet om de raad te abonneren op mijn kanaal. Vergeet ook niet op het belletje te drukken. Dankjewel, Juicy HD, voor deze echt geweldige muziekje. Echt waar. Ik kan er 100 keer naar luisteren. Het blijft gewoon geweldig. Hoe je het weer al in elkaar hebt geflikt of zo, ik weet het niet. Maar het was wel weer al heel schoon gedaan. Dankjewel. Ik ga hier een en ander ook nog wat opruimen in mijn appartement. Iemand had er ook al wat klaarzetten. En, jawel, er gaat nog iemand mee. Niet alleen ik en mijn lieverd. Maar er gaat nog iemand mee. Jawel mensen, er gaat nog iemand mee met ons. Jawel. Onze mascotte gaat ook mee, hè. Die is allemaal te koop hier onderaan in... niet bij de... Ietsjes is gesproken bij de beschrijving. Heb je de... Seco TV webshop, waar je ook deze beer dan ook integraal kan kopen van mij. Elke verkochte item wordt integraal ook gebruikt weer al voor in Seco TV te steken. Elke euro die ik nu ook binnen aan het krijgen ben, via donaties, via noem maar op. Ik steek nu echt elke euro in Seco TV. Omhoog van, ik wil mijn kanaal laten groeien. Het is mij nu ook aan het lukken dat het eindelijk... richting de hoogte ingaat, ook met mijn views en al, daar ben ik ook content mee. Dat het toch ook regelmatig is, boven de 150 views. Ik ben altijd gewoon rond de 100. Maar nu zit ik al aan de 150 views. Dankjewel, 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 dankjewel er allemaal voor al die kijkers. Zonder jullie, kan er ook geen Psycho TV bestaan, hè? Zonder jullie. Maar nee, als jullie niet kijken, hoe kan ik het dan ook weer al verder doen? Dus, oeh, lekkere belichting nu. Yay! Dus hoe kan ik het dan ook verder doen? Dan met Psycho TV. Dus ja, dan weet ik het ook niet, hè. Als jullie niet kijken. Dus, niet 100, niet 200, maar 1000%. Dankjewel ervoor. Dat mag ook wel eens is gezegd worden, is in een vlog. Dus het moet niet altijd rondom mij draaien. Het mag ook eens rondom jullie draaien. Voilà. Bij deze. Staat er nog niet veel op programma. Wat we nog kunnen doen. Oh mannetjes.
Wat ik ook sowieso ga meenemen is dit naar de LAN. Dus ik ga het bijna nu aanpakken waar ik op de computer kan. Oké. Dus dit gaat ook nog mee naar de LAN-party toe. Dus voor Eurotruck Simulator 2 te kunnen spelen, Ginder. Ik kijk er zeker naar uit. Ik kijk er echt zeker naar uit. Deze weekend voor te landen. Dus je moet denken 27, 28 en 29 september zit ik in Nieuwerkerken op X-LAN. Iedereen is daar welkom, hè. Iedereen is daar welkom. En voor de rest... 1, 2, 3, 4, 5... Ik heb 6 keer een CU-LAN opstaan. Hè? Oké, ja. Er zal ergens een fout zijn ingelopen. Kan niet anders. Maakt niet uit. Ik zie jullie allemaal straks terug. Yo, 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 yo. Zo, mensen. Rap is een broodje. Gaan uithalen. Ja, ik pak nog altijd de lift. Het zal dat ik gewoon naar onder moet gaan. Geweldig. Dan moet ik mijn mobiele gegevens nog even aanzetten. En dan ga ik gewoon door naar mijn wagen toe. Ah ja, het zijn morgen weer al vuilzakken en blauwe zakken. En hoe zie ik dat? Die hier al op de gang staan. Maar mensen, morgen gaat het ook stormen. En dan leggen ze dat op sommige plaatsen al buiten toe. Sommige mensen zijn zo toch, toch niet slim. Zie je eens hoe gewoon dat ik ben dat mijn notte daar zo staat. Allee, als ik kan door. Dat ik ook kan oversteken. Ja, kan oversteken. Hoe mooi dat dat hier is al geworden. Wauw. Echt heel mooi gedaan al. Chapeau. Chapeau. Chapeau voor die werknemers. Die verdienen een pluimpje. Die achter mij, hè. Ja. Ja, mijn vinger is er tussenuit. Ja, mijn vinger stak er al ergens tussen. Ja, tussen winkels. Ja. Voilà, mijn gsm op de houder. Daar ga ik nu gewoon Waze op activeren. Ik zet die altijd aan als ik ga rijden. Welke camera is een Sint-Ruiden? En als je zegt, van, waarom vraag je dat? Gewoon. Ah, die van Sint-Ruiden gaan we nemen. Dus tot straks allemaal. Yo, 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 want die is het dichtst bij. Tot straks allemaal. Yo. Mensen, ik was weer al te laat om mijn deur te sluiten. Mijn schatje was mee voor. Ja, we zijn nog even een broodje gaan halen voor haar. En we zijn hier echt nog goed bezig. Komt u maar. Wat lief? Nog met drinken op. Ah. Ja, met die... ik weet niet wat dat is, Bosmeijers of iets anders, zoals zijkantmeijers. Hoe noemen jullie zoiets? Dat maakt redelijk veel lawaai en daardoor kon ik haar even niet verstaan. Nee, ik weet ook nog wel iets wat ik nog in mijn vlog nog kan gooien. Dit is nu toch bij kan zover. Ik zal nog een keer eens de stemtest doen. De stemtest voor ook nog te kijken. Als het nog altijd bij Mark Pinkster uitkomt, of als het bij iemand anders gaat uitkomen. In principe niet. Dus hopelijk komt misschien nu wel eens op iemand anders eruit, niet misschien niet op Mark Pinkster. En ik zal bij elke vraag wat er ook gesteld wordt, ook mijn eigen mening opgeven. Voilà. Goed, ik zal zeggen, veel kijkplezier met de... stemtest. Hoi kijkers. Wow, 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 wow. Als ik even naar buiten kijk. Ziet daar eens hoe zwart het daar is. Ah, my man. Een hele grote wolk. Hier aan het arriveren in Alken. Richting Hasselt. Hier heeft al redelijk
veelal geregend. Richting Hasselt. Ja, richting Hasselt, waar mijn vriendinneke woont. En ze zegt van, nee, nee. Ja, moet je je boek niet mee hebben? Jawel. Ah. Alsjeblieft, schatje. Ah, je zit nog op mijn computer bezig. Oh, dames en heren. Ik ga het er nu wel eens in editen, nee. Dus kijken hoe lang dat ik op de kleine kamerke zit. Ik ga, als het 1 minuut is, ga even trekken. Dat is 2, 1, go. Dat was, oeh, een halve minuut, man. Een halve minuut, damn you. Je slikt eens even aan doen, alsjeblieft, mijn liever. Dankjewel. Oei, ik zou iets te veel naar daar gezoomd. Wat ik dan ook altijd doe, bijna zeg ik, bijna. Bij elke toiletbezoek. Handjes wissen, handjes wassen. Oh, dat kan ik zo goed. Handjes wassen, handjes wassen. Er staat eigenlijk een muziekje van. Ik weet dat niet. Als er een muziekje staat, heb ik dat hier onderaan geëdit. Goed. Oké, voor. Dan heb ik al 2 muziekjes al hier al erin gooien. Dit is een wachtmuziekje. En dan nog terwijl. Handjes wassen, handjes wassen. Oei, oei, oei. Je bent dus op wat schoon. Niet goed. Oh, ik ga de tv nog uitschakelen. Ik even kijken waar dat staat, waar die kasken is. Heb jij die? Ja. En dan nu kijken als zij het ook kan. Nee, iets achteruit. Iets achteruit. Ja. Want dat is een gevoelige sensor. Ja. Dat is een hele gevoelige... ontvanger. Zo is het. Die ontvangt de stralen van het kasken. Dan gaat ook wel mijn studiolamp ook nog even uit. Dus dan ga ik ook even mijn studioverlichting uitdoen. Voilà. En als ik dan terug ben van mijn lieverd, ga ik ook de vlog hiermee afsluiten. Dat betekent dat ik die dan nog tijdig nog online kan gaan krijgen. Heb ik iets laten vallen hier? Nee. Even wat lichter bij zijn. Ik ga de auto open. Ja, maar ik kom rechtstreeks mee. Ja, maar ik ben snel van de trap en jij gaat met de lift. Dat is wel waar. Allee, ja. Dus ja, we willen nog voor de regen terugkomen. Ja, ik het dan. Dus ja, ik was dus over mijn vlog bezig. Dus wat ik daarmee bedoel, dat is dus dat ik die dan nog vandaag nog in elkaar kan steken. Dat ik die dan ook nog vandaag misschien morgen vroeg, want morgen vroeg ga ik ook dan al beginnen met mijn computer in te pakken. Dus voor jullie is dat dus vandaag. Dus wanneer de vlog is online is gekomen, heb ik dan mijn computerspullen ingepakt en terug uitgepakt al op Xlan. Klein beetje doordenken. Even in de toekomst kijken, dat is ook soms zo moeilijk. Het is soms zo moeilijk om dan ook nog die woorden dan ook nog daarvan in te vinden. Wow. Wow. Schone wolken. Hè? Schoenwolkjes. Oh, fuck it. Mannes. Dus ja, dan kan ik dus mijn vlog dan misschien of vandaag nog in de upload gooien. Ah ja, en ook over de toekomst gesproken. Het is soms wel moeilijk om daar zo dan in de toekomst te spreken. Oh, dat is soms moeilijk.
Omhoog van, ja, ik had dan juist gezegd tegen mijn kijkers, als jullie deze vlog zien, dan heb ik bij mij thuis al ingepakt. En ook al terug al uitgepakt op Ixlan. Dus ja, ik moet soms dan ook in de toekomst denken. Hè. Ja, maar zo we die stoel niet op zijn zij? Nee, ik zal rustig rijden. Oké. Ja, ik heb ook stoelen mee. Kijk maar eens, mensen. Voilà. Nu hebben jullie het gezien. Daar staan 4 stoelen. Die gaan allemaal integraal naar mijn lieve toe. Ik ga je... Op nul zetten. Daar heb ik al copyright claim. Nee hoor, die is erop. Dus ik ga jullie nu laten. Ja, dat was tegen uw raam, hè. Die... Schat, okay. Dat was tegen uw raam, die stoel. Oh, dat is hier zo erg. Zelfs dat... Nee, nu kan die niet meer verder vallen. Voilà, dat is die tweede. Nu zijn ze goed vast. Nu hebben ze, ja, de ene stoel die daar zo op lag, is zo wat afgeschoven. En zat daar zo wat paniek in. Ik ga hier nu de vlog even bij laten. Dus ik zie jullie nog allemaal straks gestreven, vooraleer dat ik terug naar mijn thuis ga. Tot later allemaal, yo yo yo. Ik ga nu de vlog in elkaar steken, dus ik ben zelf wel thuis aangekomen. Ik ben ook naar Tom de Kok aan het luisteren, samen met mij aan het chatten, aan het leuteren, noem maar op. Dus ik ben al 1 keer al op de radio geweest. Met tegelijk, ik gebruik nog de GPS-stem, nog nu een zombie-stem op mijn GPS. Dus naast is Waze. Ja, oké. Dus... gebruiken jullie nog jullie GPS-stem, ja of nee? Laat het even hier in de comments weten. En zo ja, wat voor een stem heb je dan? Allee, ik ga jullie laten. Vergeet geen duimpje omhoog doen, vergeet hier onderaan. Je niet abonneren op mijn kanaal en vergeet dat niet meer buiten, zodat je dan blijft op de hoogte. Wanneer pas ik een nieuwe vlog, video, livestream of zo is. Want ik ga nu de vlog in elkaar steken. Ik ga dus nu de vlog in elkaar steken en kan ik die nog morgen vroeg nog in de upload gooien. Ondertussen tijd op de achtergrond gaat dan ook nog Tom de Kok staan. Dus dan weten jullie dat ook weer al. Hoi hoi. Ja, ik wou de vlog al afsluiten en toen kwam ik nog even mijn buurman nog even een goeie dagje zeggen. Ja, oké, dat mag altijd, hè. Dus ja, bij deze ga ik het nu wel te goeie afsluiten. Dus vergeet geen duimpje omhoog te doen, vergeet hieronder niet te abonneren op mijn kanaal en vergeet ook niet om het tingelingeling, tingelingeling, tingelingeling te drukken. Allee, tot morgen allemaal. Yo, 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 yo.